Ik heb vandaag gekozen voor de Noordzee als hoofdrolspeler van de weerfoto. Want zo in de vroege zomer is die Noordzee heel bepalend voor het weer in Nederland. Na het voorjaar blijft de temperatuur van het water wat achter en momenteel bedraagt die zeewatertemperatuur maar 14 of 15 graden. Daarmee is het echt wel te koud voor een dagje strand deze watersporters durft het al wel aan om een duik in het water te nemen. En dat levert ook gelijk een groot temperatuurcontrast op tussen de kustgebieden en het binnenland, soms wel een verschil van meer dan 10 graden. En het is niet alleen dat temperatuurcontrast, want boven de Noordzee komen onder invloed van een hoge drukgebied met die noordelijke stroming ook uitgestrekte wolkenvelden voor. Die noemen we ook wel stratocumulusbewolking. Kan in meerdere vormen voorkomen. Soms echt als een aaneengesloten laagbewolking met nauwelijks ruimte voor de zon. Maar soms dan breekt die bewolking ook wat meer open, met meer ruimte voor de zon tussendoor. En dan is die stratocumulus al een stuk mooier om tegenaan te kijken. Op het satellietbeeld van zondagochtend valt dat ook niet te missen. Boven land zon overgrote condities, hooguit wat van die kleine stapelwolkjes. Maar boven zee zien we die uitgestrekte veldenbewolking. Dat zakte wel iets af naar het zuiden, maar op zondag halverwege de middag... wist dat ons land nog niet of nauwelijks te bereiken. Maar dat is de afgelopen dagen wel eens anders geweest. Nou, we hebben al hele lange tijd met dat hoge drukgebied te maken... En er gaat voorlopig ook geen verandering in komen. Vooral tijdens de eerste helft van de week ligt dat hoge drukgebied lekker op zijn plek. Gaat ook niet of nauwelijks van positie veranderen. De kern ligt dan tussen Ierland en IJsland. En de lage drukgebieden die zitten juist in het zuiden van Europa. In de buurt van de Azoren ligt een lage drukgebied. En ook in het Middellandse zeegebied komt het dagelijks wel tot enkele regen- of onweersbuien. Stroming om dat hoge drukgebied mee met de wijzers van de klok mee. En dat zorgt dus voor die noordelijke of noordoostelijke wind. Dus tijdens de eerste helft van de week blijft de noordelijke helft van het land gevoelig voor die wolkenvelden vanaf zee. Maar op de langere termijn gaat er geleidelijk wel iets veranderen. Want dat lage drukgebied bij de Azoren die gaat van positie wijzigen, want die gaat wat meer richting het noorden trekken. En dat zorgt er ook voor dat dat hoge drukgebied ten noordwesten van Nederland... dat die ook een beetje in de verdrukking komt en dat die ook van positie gaat wijzigen. Dezelfde richting uit, richting het noorden tot noordoosten. En dan komt de kern van dat hoge drukgebied op een gegeven moment boven Scandinavië uit... En dat zorgt ervoor dat wij met een verandering van de windrichting te maken krijgen. Die noordenwind raken we kwijt. Dat is goed nieuws voor het noorden van het land, want daarmee gaan ook die wolkenvelden eindelijk een keer uit de verwachting. En dat maakt plaats voor een oostelijke wind. En daarmee wordt een drogere continentale luchtsoort aangevoerd. En door die lage luchtvochtigheid maken die wolkenvelden een stuk minder kans om overheersend te zijn in het weerbeeld. Het enige nadeel van die oostenwind is wel dat er stuifmeel ook vanuit Duitsland onze kant op komt. Dus dat hooikoorts tijdens het tweede deel van de week wel een piek gaat vertonen. Dus dat we veel last kunnen krijgen van tranende ogen, niezen en allemaal dat soort zaken. Onder invloed van dat hoge drukgebied blijft het wel overwegend droog, maar ik durf geen. 100% garantie op droog weer te geven. Even een slag om de arm houden. Er zijn een aantal weermodellen die halverwege de week op woensdag. een hoogte laag in de berekeningen hebben. Is een klein lage drukgebiedje met wat koudere lucht hoger in de atmosfeer. Dus ik heb even de temperatuur van de bovenlucht meegenomen op 500 hectopascal. ongeveer 5,5 kilometer. En dan zien we boven Duitsland al een beetje die groene kleuren terugkomen. En als we de animatie dan even lopen, dan valt op een gegeven moment ook te zien hoe de isobaren zich een beetje afsnijden, hoe we een soort afgesnoerd hoogte laag krijgen. En dat brengt op een gegeven moment veel onzekerheid in de verwachting met zich mee, want zo'n hoogte laag kan net even dat laatste zetje geven voor de vorming van buien. Dus daarom durf ik het niet helemaal droog te geven voor de rest van de week. Even dus de vraag hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar als ik dan even door de week heen ga lopen. dan hebben we dinsdag en woensdag nog met die noordelijke tot noordoostelijke wind te maken. In het noorden van het land de grootste kans op wolkenvelden. Daar blijft de temperatuur ook wat achter, met 17 tot 19 graden. In het midden en zuiden van het land daarentegen juist zonovergoten omstandigheden. In de middag wat vriendelijke stapelwolken. En daar valt de temperatuur dan ook een stuk hoger uit: 20 graden. Tot 25 graden in het zuidoosten van het land. En van 25 graden, dat noemen we dan een zomerse dag. En die kans is ongeveer 40% tijdens de eerste helft van de week. Tijdens de tweede helft van de week gaat de wind dan draaien. Eerst naar het noordoosten, later naar het oosten. En dan gaat de temperatuur nog verder oplopen. Iets meer bewolking in de verwachting. Die stapelwolken die misschien onder invloed van dat hoogte-laag kunnen uitgroeien tot een enkele bui. Temperatuur hoger. In het zuiden van het land gaan we op vrijdag al richting 28 graden. En om die temperatuurontwikkeling wat beter in beeld te brengen, heb ik ook de pluim meegenomen van het zuidoosten van het land. En dan valt die opmars van de temperatuur ook niet te missen. We gaan vanaf donderdag echt ruim boven die 25 graden uitkomen. Wel nog wat spreiding omtrent die maximumtemperatuur. Op de langere termijn vlakt het allemaal wat af, maar dan neemt die onzekerheid ook heel erg toe. Daar ga ik nu nog even geen uitspraken over doen. Maar in het zuiden van het land breekt een zomerse periode aan temperaturen van 25 graden of meer. Vooral tijdens het weekend, dan een beetje die piek van de warmte. En we spreken van een tropische dag, wanneer de maximum temperatuur boven 30 graden uitkomt. Die kans is vooralsnog vrij klein. Tijdens het weekend bedraagt die kans zo'n 10%. In de loop van de week, dus stijgende temperaturen. Kleine kans op een tropische dag. Maar vooral in het zuiden van het land: een zomerse periode met veel ruimte voor de zon.